We zijn vandaag hier om uw zaak te behandelen. Een zaak die inmiddels in de media bekend staat als de Deventer-moordzaak. Meneer Lauwers, wat gaat u vandaag horen? Uiteraard, vrijspraak. We zijn hier vandaag bijeen ter nagedachtenis aan de nauwelijks te bevatten gebeurtenis. U hebt het gemunt op het geld van de weduwe Wittenberg. U weet dat u ongelijk heeft. Alles in mijn zaak is vervalst. Alles! Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen. Als het waar is, dan zit hij onschuldig vast. En nu, wil jij? Uitzoeken of het klopt. Wat is waar in de Deventer-moordzaak? Er was sprake van een andere verdachte. Hij beschikte over daderkennis. Ze noemen jou de klusjesman. Het enige wat ik vraag, dat er een goed onderzoek wordt gedaan. Als je de processen verbaal naast elkaar legt, dan kloppen de nummers niet. Ze hebben gesjoemeld. Is hij het? 100% zeker. Hij moet duidelijk zijn. Er wordt iemand van moord beschuldigd. Zonder enig hard bewijs. Bas, dit is nieuws. Het is er niet aan ons om voor rechtertje te gaan spelen. Betaalt hij het allemaal van? Privédetectives? Follow the money. Wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Nieuwe feiten in de geruchtmakende Deventer-moordzaak. Al dit DNA is afkomstig van de heer Lauwers. De boekhouder is geen boekhouder. De klusjesman geen klusjesman. Het graf is geopend na suggestie van Maurice de Hond dat het moordwapen waarmee de klusjesman de vrouw zou hebben vermoord in het graf zou liggen. Het gaat niet om de inhoud. Het gaat om de beeldvorming. Niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Ik denk dat de mensen ook altijd willen weten hoe iets echt zit. En live in 5, 4, 3...